Nou, de wethoudster Birgit kwam naar mij toe met de vraag of ik iets kon doen met kunst en afvalcontainers. Is namelijk veel afvaldumping hier. En dat is erg storend voor de buurtbewoners. Het brengt ook veel kosten met zich mee. Dus het is elders bewezen dat zodra je de omgeving iets mooier maakt, dat mensen dan minder snel hun afval dumpen. De 5 afvalcontainers worden bedrukt met mijn kunst. Ik heb verschillende designs gemaakt en het voorgelegd aan de wijkraad hier. En zij hebben een enquête opgestart en daar is het ontwerp van Koi Carpers uitgekomen. En ik heb eigenlijk een soort effect willen creëren dat het lijkt alsof je een soort aquarium inkijkt. Gewoon iets geks dat mensen langslopen en even stilstaan bij het kunstwerk en dat is eigenlijk het doel. Maar ik hoop dat mensen toch iets meer opletten en dat de buurtbewoners ook oplettender zijn en het willen beschermen.